Ik denk dat moslims niet zozeer probleem hebben met christendom. Uh, moslims hebben meer probleem met politiek. Sommige mensen zeggen van ja, het is wel, ze hebben wel overeenkomstig, maar ze hebben van ons gekopieerd. Welkom bij Als vloeken in de kerk. Mijn gast is zoals altijd Samuel Lee. Hartelijk welkom Samuel. Dank je wel. En uh, het thema van vandaag is uh, islam en christendom. Ja. Soms een beetje controversieel denk ik, maar uh, dat is wel het thema. En de stelling voor vandaag, ja. Samuel, is: De God van de christenen is dezelfde God als die van de moslims. Zo. Ja, het heet Als vloeken in de kerk dus. Ja. Nou, dan, dan zet je maar echt in de nauw. Gevoelig onderwerp. Het is een gevoelig onderwerp. Ja, ja klopt. Ja. Want uh, ik geloof dat uh, jouw punt met name is uh, dat wij heel vaak de negatieve kanten van uh, ja. de islam belichten. Uh -huh. uh, we kijken natuurlijk heel veel naar terrorisme, wat er allemaal gebeurt enzovoort. Ja. Uh, ja. Maar uh, dat het meer fair is om ook te kijken waar hebben we nou overeenkomsten. Dat klopt, ja. Uh, kijk, ik kijk het op een andere manier. Ik wil het zo objectief mogelijk <coughs> kijken, omdat ja. heel vaak gaan we de emoties in en dan uh, doen wij uitspraken ja. die af en toe niet kloppen. Mm -hmm. En, en ik, wil van, ik kijk van een andere kant. Ik zeg van, uh, als je over iets hebt, dan moet je ook wel weten waar je over hebt. Ja. En uh, ik had laatst uh, in een tijdschrift uh, een artikel gelezen over de islam. En, uh, en in die tijdschrift stond. De schrijver zei van uh, de moslims die geloven niet in de machtgeboorte yeah. van Jezus. Yeah. Nou, uh, ik vraag me af waar heeft hij dat vandaan gehaald? Dus het is vaak zo dat men over iets heeft dat eigenlijk niet veel van weet. En ik denk van oké, okay, laat ons zo objectief mogelijk zijn, omdat in christelijke media, vooral christelijke media, er is heel veel negatieve uh, kanten van de islam worden. Uh, hoe heet het?. Uh, op de show gezet. Ja, daar staat natuurlijk tegenover. Uh, ik bedoel, ik heb ook een klein beetje mijn huiswerk. Ja, ja. <laughs> gedaan. Er ja. uh, staat natuurlijk tegenover. Uh, dat uh, we ook een beetje komen sinds uh, 9 1, -1 in ja. een soort politiek correctheid. Klopt. Dat we. Uh, ze hebben maar ook heel veel dingen goed praten van de islam enzovoorts? En dat ja. we een modus zoeken van, ja, hoe kunnen we de islam te vriend houden enzovoorts? Of ja, ja. Dat is de andere kant die dat ik begrijp, zie. Ja, dat begrijp ik. Maar van mijn kant, eh, zo wil ik het zien, zo objectief mogelijk. Ja. Ik bedoel, we hoeven niet hun mooi spreken of uh, hun slecht spreken. Maar wat is de werkelijkheid? Ja. Hoe was het in de geschiedenis? Hoe zit het in hun Koran bijvoorbeeld? Ja. Kijk, sommige mensen die. Die hebben nooit uh, uh, hun boeken gelezen. En dan doen ze uitspraken daarover. Als je echt met die mensen wil uh, gesprek voeren, mm -hmm. dan moet je ook wel weten wat zij voor staan. Maar het is niet alleen maar voor christenen tegenover moslims. Moslims tegenover christenen ook. Ze, ze hebben uitspraken over christenen, terwijl die ze eigenlijk niet waar zijn. Terwijl ze de Bijbel niet de kennen. De Bijbel niet kennen. Ja. Maar uh, wij verwachten dat zij wel de Bijbel kennen. Ja. Maar als wij echt... In dialoog willen gaan met hun, niet in oorlog, maar dialoog, dan moeten we ook wel weten wat hun uh, Koran, wat heilig is voor hun, ja. zegt over ons. Of wat, wat komen we overeen met elkaar en wat niet. Ja. Hè? Want dus de Koran, uh, even, uh, dat, dat zal jij ongetwijfeld weten, de Koran is geschreven wanneer? Nou, dat is uh, in uh, de, laat maar zeggen, zevende eeuw. Ja. Uh, dat is dus in na 621 in die tijd is islam geboren eigenlijk mm -hmm. en uh, de de, de moslims geloven dat het een openbaring is van uh, uh, god aan hun profeet mohammed ja en 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 ik en, en ik heb begrepen dat mohammed uh, zeg maar uh, de grondlegger ook is van 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 de islam van de islam ja, maar dat nee klopt. dat dat zou ik maar ook dat hij zeg maar grotendeels die uh, 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 koran de, de grondlegger is van wat hij wat ja, daar ja, ja, geschreven ja, ja. is, maar ja. dat er ook wel, zeg maar, daarna nog andere califs uh, Ja, dus uh, de hadith. hadith ja. Ja, de hadith ja. zijn teksten die daarna bijgekomen door de, de gelierden van de islam of de Mohammed, ja. uh, hun profeet, die niet in de Koran staan. Er ja. zijn twee, uh, twee aparte zaken. Maar die worden wel serieus genomen door. De uh, ja, moslems. door de, door de moslims worden wel, uh, niet iedere moslim, maar door vele moslims wordt het wel mm -hmm. serieus genomen. En uh, de moslims die denken over de Koran, dat het een openbaring is van, uh, van God, van Allah ja, dan, ja. aan uh, uh, hun profeet Mohammed. Maar ze denken ook dat het ongeveer het derde testament is, dat je de Bijbel niet kan nou, lezen. Zo zonder... uh, so, so bekijken ze ja. omdat in, in de Koran staan verzen uh, die duiden van de mensen van het schrift en de mensen van het wet. En ze noemen dat de mensen van, het, van de boeken. Ja. Dus, uh, en de boeken betekent de Torah, dus uh, de boeken, dat noemen ze de boeken van Mozes, maar ook de evangelieën. Ja. En er zijn ook uh, verzen in de Koran, uh, dat als, jij, uh, niet, als je iets niet snapt, bijvoorbeeld van wat wij zeggen, ga naar de mensen van het boek. Ja. En dat betekent mensen van evangelie. Ja. En vraag hun. Uh, jouw vraag. Stel hun jouw vraag, en zij zullen jou uitleggen. Dus in die zin, in de Koran, zij bevestigen wel die evangeliën, zij bevestigen wel uh, de wetten van uh, de Torah en uh, noem maar op. Maar het uh, probleem is hier dat wij in een politieke situatie zijn beland, dat religie wordt ook als politiek uh, smoes gebruikt. Ja, klopt. Uh, ja. En dan worden mensen tegenover elkaar gezet. Ja. Kijk, uh, wij willen. Dat de moslims uh, Jezus leren kennen. Ik zie, ik zie Jezus boven uh, ieder soort religie. Hè? Ik zie Jezus vertegenwoordigen Gods koninkrijk. Ja. En zo zie ik dat. Misschien zijn de kijkers het niet mee, met mij eens, maar ik denk dat Jezus vertegenwoordigt een koninkrijk. Gods koninkrijk. En die is boven. Uh, boven religie. Ja, Jezus uh, wijst ook steeds op het Koninkrijk uh, ja. van God. Ja. Ja, uh, het Koninkrijk van God is gekomen. En, Klopt. Uh, en, en dus staat Hij, uh, zeg maar, uh, boven alle ja. machten verheven. Klopt. Zijn naam is, is verheven, ja. boven alle namen. Ja, ik heb een heel, uh, misschien kunnen we een andere uitzending, helemaal uitgebreid hierover hebben, over religie. Ja, dat zullen we als nog als we tijde, of, ja. tijd voor hebben, ooit. Maar uh, er is een vers in de in Bijbel. Toen Jezus zegt van: Ze zullen jullie uit de synagoge drijven. Ja. En ze zullen jullie moorden. Ja. En ze zullen denken dat ze God een gunst doen. Ja, zoals nou, Paulus. Uh, zoals Paulus. Ja. Nou, dan, dan denk ik aan religie. Ja. Religieuze mensen, uh, laat het maar zijn: uh, de islam, moslim of fanatieke christenen, noem maar op. Ja. Dat zijn mensen die in religieuze termen denken. Ja. Maar wat wij zitten hier praten gaat over het Gods Koninkrijk, dat Jezus hier boven staat. Ja. Jezus staat boven religies, ja. zo zie ik dat. Dat is mijn opvatting. Nou, ja, ik denk terug... dat het een goed punt is om dat gewoon ook neer te zetten voor mensen die niet ingevoerd zijn, zowel niet in, uh, in christendom en ook niet in islam, in maar toevallig uh, op dit moment gewoon kijken naar deze uitzending. Ja. Dat religie totaal wat anders is dan het ja. Koninkrijk ja, van God. En ik hoop dat wij ooit een tijd hebben dat, dat we hierover meer uitgebreid ja. zullen hebben. Niet af te walen van ons onderwerp, onderwerp <laughs> ja, ja. over de islam. Ja. Nou, uh, er zijn um, heel veel uh, punten wat betreft de Koran en uh, de Bijbel dat ze overeenkomen. En ja. ik had ik heb een aantal onderzoeken gedaan. En uh, bijvoorbeeld uh, uh, de Bijbel over de schepping. Het ja. Ja? scheppingverhaal uh, is ongeveer hetzelfde als de Koran staat. Uh, je kan het uh, in, in Surah 2, bijvoorbeeld uh, 100, vers 116, 117 lezen, hoe God heeft de wereld geschapen. Het lijkt eigenlijk heel veel op uh, die, die van ons. Zij geloven dus ook in het creationisme. De, ja, ja, creationisme. Ja. Wat dat betreft zijn we allemaal uh, eens. Hè? Ja. En uh, de schepping van de mens, mm -hmm. Adam en Eva. Ja. En dat uh, in, in, in onze Bijbel staat dus eigenlijk. God heeft de mens in zijn image geschapen. Nou, dat hebben, wij ook, dat hebben zij ook in de Koran. En uh, in de Koran uh, staat ook dat uh, God heeft de mens geschapen van, van de klei of van de stof. En heeft zijn geest in hem ingeblazen. Dus dat soort dingen. Uh, staat ook in, uh, in, in de Koran die overeenkomen. Ik ga daarover iets ja, zeggen ja. aan het einde. Ja, okay. Abraham en zijn zonen bijvoorbeeld, dat zijn ja. allemaal uh, in de Koran, staat ja. in, in Alleen, alleen uh, Isaac en Ismaël. Nou, daar. Uh, nee, dat is ook weer iets fout dat ja. men zo denkt. Ja. Het is niet zo, bijvoorbeeld, uh, ik heb hier een, um, een tekst uh, uh, van de Bijbel, uh, onze Bijbel. Uh, in Genesis 17,7. Mm -hmm. uh, uh, de Heer zegt van ik sluit een verbond met jou. En met je nakomelingen, dat zegt ja. uh, God aan Abraham. Met alle komende generaties een eeuwigdurende verbond. Ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. Dat is in onze Bijbel. Ja. Maar in hun Koran is geschreven: En wie anders wendt zich af van het geloof van Abraham. dan wie zichzelf laat verdwalen? Ja. Ja? En wij hebben hem in het tegenwoordige leven uitverkoren. En hier behoort hij tot de rechtschapen. Ja, ja. Dus, nou, dus de positie van Abraham is ja, dezelfde. En nog heel interessant, de positie ja. van Abraham, Isaac en Jacob. Ja. Deze drie worden ook zo genoemd in in het. Ja, voor heiligheid. mijzelf had ik altijd uh, begrepen dat het uh, ergens zeg maar de de, de, Ismail, uh, de ja de, ook Ismaël. daar komen we natuurlijk als ja. we straks in een volgende ja. aflevering ja. over de verschillen klop, gaan praten klop, ja, ja. dan komen we daar natuurlijk op terug maar voor mezelf had ik altijd het beeld maar ik moet zeggen dat ik de koran nooit be, bestudeerd had maar ja. misschien heel Soms, veel mensen met mij zijn dat dat ja, <laughs> <openen. ja. laughs> nee maar misschien <laughs> dat heel veel mensen met mij uh, datzelfde beeld hebben dat het fout gaat tussen uh, bij Jacob eigenlijk, dat, ja, dat, dat wij als christenen zeggen wij dienen de God van Abraham, Isaac en Jacob mm -hmm. en dat de islam uh, Jacob dat, daar niet bij heeft. Ja dat klopt, en weet je, dan gaan we weer naar politieke ja. uh, gebeurtenissen, bijvoorbeeld in Israël en Palestina, de uh, evangelicalen in Amerika, en het wordt allemaal met politiek gemengd en dat is zo gevaarlijk, hè? maar ik, ik heb een, een, een citaat, uit de Koran, en dat is hier, dat zegt zo. En wij schonken, trouwens, je moet voorstellen dat in de Koran de God, dus uh, hun Allah, yeah. spreekt altijd in meervoud. Yeah. Dus daarover kun je, kun je later ook uh, beredeneren, van, kan dat misschien die eenheid zijn, maar ja, dat... Uh, <laughs> ja, dat later is wel ja, een ja. Hele vraag. En wij schonken aan Abraham, Isaac en Jacob, ja. Dat staat daar. Hè. Wij schonken aan Abraham, Isaac en Jacob. Nog bovendien aan ieder van hen. Hebben wij rechtschapen gemaakt. En dan gaat hij door. En wij hebben hen tot voorgangers gemaakt. Die op ons bevel. De goede richting wezen. En wij hen geopenbaard de goede daden. En gebed ja. te verrichten. Mm -hmm. Dus en dan, er zijn heel veel eh, teksten. die dus expliciet die drie mensen noemen. En ook natuurlijk de Ismaël, omdat de moslims geloven in dus die afstammeling van de Ismaël. Ja. Maar dat, dat ja, kunnen dat, we daarop. Maar nou. goed, dat, dat zal ook wel zo zijn. Ja, uh, ja, ja, ja. Alleen, uh, nogmaals, we komen daar natuurlijk in die tweede Later aflevering. We ja, ja, komen we ja, ja, over de verschillen te praten. Klopt, klopt. Maar we praten nu in deze aflevering over wat overeenkomsten. Overeenkom. Nou, Wat interessant is, uh, Lot en zijn verhaal is ongeveer hetzelfde. Ja. Uh, uh, Jozef en slavernij dat hij verkocht wordt als een slaaf, hij wordt gestuurd naar Egypte. Dit verhaal is het mm -hmm. ongeveer in dezelfde lijnen. David, dood Het ja. is hetzelfde verhaal. Alleen maar je moet voorstellen dat de namen zijn anders. Bijvoorbeeld Christenen of in Nederland we noemen David, hun noemen David. Bijvoorbeeld. Ja, 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 ja. Dat, dat ja. zijn. Ja. Maar komen we naar evangelieën. Dus. Maar even, even uh, want je noemt zo'n hele serie op. Ja. Uh, Voordat we naar de Evangelie gaan. Ja. Uh, de, het, Joodse, het Joodse volk, Egypte, door de woestijn enzovoort, ja. hoe, hoe zien zij dat? Hetzelfde. Ongeveer hetzelfde. Maar dat ze zien woord... zichzelf niet ja. als door de woestijn gegaan? Nou, uh, uh, Mozes heeft dus die openbaring gehad ja. van de vlammende vuur. Uh, en uh, daar staat ook het geschreven ja. dat uh, God zegt aan Mozes. Dat ik ben je God, er is geen andere God, ik ben jouw God en ik heb je gekozen, ga naar uh, Viraun, dan noemen ze dat Firaun, ja. en uh, ga en bevrijd mijn volk van de tirannie van Farao. Uh, van, uh, maar dus hoe, hoe interpreteert uh, de gemiddelde moslim dat dan? Ja, uh, nou dat <coughs> zou ik, dat, ik kan niet voor een moslim dat spreken, ik spreek alleen maar over wat in hun Koran staat ja. en wat in onze Bijbel staat. Ik kan, nou, maar ik, kan, ik ben benieuwd van, uh, zien zij zichzelf in die positie of zien ze echt het Joodse volk in die positie? Nou, uh, ze, ik denk dat ze dat meer interpreteren in, uh, ook in, hun positie, mm -hmm. in hun positie, maar ook in de positie van wat zij willen interpreteren. Ja. Dus het hoeft niet alleen hun positie te zijn, maar uh, het kan ook het Joodse volk zijn, omdat in de Koran het wordt heel vaak gesproken over Bani Israël. En dat betekent. De kinderen van Israël. Ja. Dus maar hoe de wordt er in, in, in zijn algemeenheid over het Joodse volk gesproken in, in de Koran? Nou, op dit moment, uh, in, de, in de Koran. In de Koran, nee, ja. ik had politiek gezien ja, weet Ik ben hoe natuurlijk dat... geen Korandeskundige, nee, nee. Uh, ik nee, ben socioloog. Maar, wat we zien in, in, zeg maar in de wereld, is dat de politiek, uh, geletterde politiek, ja, ja. dan zie je dus dat er altijd uh, uh, hevig richting ja, Israël gescholden wordt. Het. Ja, ja, maar is ja. dat ook de teneur die je kan terugvinden in de Koran? Uh, niet altijd, omdat toen, uh, toen bijvoorbeeld Mohammed. Uh, in, uh, laat maar zeggen, zijn openbaring kreeg in Mekka mm -hmm. dat God één is, omdat in Mekka had je heel veel goden in die ja. tijd, in de jaar 621. En ze deden heel veel aan afgoderij, uh, meisjes levend, uh, hoe heet het, begraven voor hun goden en zo. Had Mohammed die openbaring van God is één? Nou, toen hebben ze hem niet begrepen. Hij is naar Medina gegaan. En Medina was eigenlijk een Joodse stad. En uh, die Joden en Christenen gingen ruzie maken met elkaar. En hebben ze Mohammed geroepen om hun rechter te zijn. En hij is dus naar Medina gegaan. En daar is hij door het Joodse volk uitgekozen om de rechter te zijn van de Joden, Joden en Christenen. Omdat die gingen ruzieën. Oh, oké. Okay. En, en uh, ja, dat zijn allemaal geschiedenissen mm -hmm. uh, in die zin. En er zijn versen die uh, positief staan tegenover Joden. Maar ook versen die zeggen van ja... Ze hebben niet de, de, de bevel of de wetten van God geaccepteerd of geluisterd. Ze waren koppig, mm. Bijvoorbeeld met Mozes in de Woest. Dat soort dingen nee. zeggen ze ook, maar in onze Bijbel ook. Ja. God is boos op de. Nee, dat, op, op, op dat, de dat, maar het dat zijn we. allemaal politiek. En ja. dat vind ik altijd zo eng. Hè. Politiek nee. heeft geen genade. Hè. Nee. Politiek zet mensen tegenover elkaar. Ja. En, Jij wilde naar het evangelie. Ja, ja, evangelie. Dat is uh, heel interessant. Omdat, uh, ik moet eerlijk zeggen, uh, dat. Um, toen ik in die tijdschrift zag van ja uh, uh, Jezus uh, is uh, dus ze ontkennen de machtgeboorte, dat dat vond ik wel heel interessant, omdat het uh, verhaal van Elisabeth en Zachariah is ongeveer hetzelfde. Ja. Uh, 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 dus God spreekt tot Zacharia. Zacharia zegt ja ik ben oud, ik heb geen kinderen. En Hij zegt nee, we gaan een profeet uh, komt door jou ja, die had uh, nou in, uh, in Arabisch noemen ze dat Yahya, maar uh, dat betekent Johannes. Ja. Uh, zijn naam zal Johannes zijn. Dus dat verhaal. Dat uh, hier bijvoorbeeld. Ik weet niet hoeveel tijd we hebben. Maar er staat bijvoorbeeld in, in de Koran. Uh, en toen zei Gabriel: Ik ben gezant van jou hier. Om jou een reine jongen te schenken. Oh, nee, sorry, ik, ik lees nu uh, over Maria eigenlijk. Ik, ik lees het verkeerde. Maar mm -hmm. het is ook Pardon. goed aan ja. Maria. En hoe zou ik een jongen krijgen terwijl geen mens mij geraakt heeft? Dat zegt Maria dan ja. aan, uh, aan uh, Engel Gabriel, volgens hun. En ik ben uh, geen onkaas vrouw. En hij zei, zo is het. Jouw heer heeft het gezegd. Met andere woorden, omdat God iets heeft uitgesproken, zo gebeurt het. En de Heer heeft gezegd, het is voor mij, dus God, gemakkelijk. En het is op dat wij Hem tot een teken voor de mensen maken en uit barmhartigheid van ons. Het is een beslissing die gevallen is. En toen werd Maria zwanger van Jezus en trok zich met hem terug, met, uh, met dus in zijn arbeid terug naar een afgelegen plaats. En ergens anders zegt hij, en toen de engelen zeiden, O Maria, God kondigt jou een woord. Mm -hmm. Weet u? Ja. Dat uh, in den beginnen was het woord, dus ja. je kan de, hierover... De, ja, ja. Eigenlijk als je Koran weet, kan je met die mensen spreken. ja dus, uh, dus Maria kan... kondigde ja, een woord van hem aan, wiens <coughs> sorry, naam zal zijn Messia. Dus zij geloven ook dat Jezus de Messia is. Ja. Ja? Dus, en toen Engelen ja, zeiden in ieder geval, dat, dat staat, dat kun je uit ja, de Koran Christus, halen. Ja, Christus, ja. Kan je uit de Koran ja. halen. Dus ja. geloof. De zoon van Maria, later ga ik erover hebben waarom ze dat noemen. Ja. Toen Maria vroeg, mijn Heer, hoe zou ik een kind krijgen terwijl geen mens mij geraakt heeft? Gabriel zei, zo is het. God schept. Wat Hij wil. Wanneer Hij iets beslist, dan zegt Hij er slechts tegen wees en het is. En zo is eigenlijk Jezus. Uh, uh, gevormd in de barmoede van. van uh, nou, dat is wel uh, heel apart, want, uh, want we weten natuurlijk hoe uh, in, in zijn algemeenheid over Jezus ja. gedacht wordt. Ja, dat men, men zegt van, uh, ja, Jezus is een uh, profeet en niet de zoon van God. Ja, dat geloven uh, ze, ja. <coughs> dat, en, terwijl ze eigenlijk toch in hun Koran hele concrete aanwijzingen hebben dat er toch wel iets bijzonders met Jezus aan de hand moet ja, zijn. Ja, ja, ja. En uh, nogmaals, uh, ik heb die verzen niet van de Koran, maar ik heb van uh, een aantal moslimgelieden gehoord van, ze zeggen van, uh, uh, Jezus was foutloos. Maar dat foutloos kan je ook in het Midden-Oosten vertalen als Iemand die geen zonde heeft. En ja, ja. Ja. dat is enige in de Bijbel die zo, in, 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 sorry, in dat de Koran, ze, zo gezegd is. Dat, dat zeggen ze niet over Mohammed. Nee, nee ze zeggen niet... ook dat Mohammed ook fouten heeft. Mohammed was een mens. Ja. Uh, hij had ook gebreken. Ja. Maar over Jezus hebben ze een hele andere. Nou, trouwens, er was een. een, 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 een uh, in Pakistan, er was een, een man die eigenlijk door de. Hij was blind. En door de verzen van de Koran, die ze op de radio zingen of uh, voorlezen. Uh, ik zou met respect te spreken daarover. Yeah. Dus uh, hun, in hun manier. Is hij eigenlijk tot Jezus gekomen. Hij zegt: Hé, hey, wacht even. Als, als uh, in, de, in de Koran staat dat alleen God kan scheppen uit niks. Yeah. En Jezus in de Koran staat dat Jezus pakt de klei en blaast in de klei en het wordt een vogel. Yeah. En hij zegt. Als, als uh, God kan iets kan schapen, dus Jezus heeft het ook geschapen. Dus hoe werkt dat? Dus zodoende hij is hij naar de zoektocht gegaan en is hij tot Jezus gekomen. Ja, eigenlijk zou je, als je al dit allemaal zo hoort, ja. en je ziet dus dat er wel degelijk overeenkomsten zijn. Ja, er zijn overeenkomsten, maar ook verschillen. Ja, maar daar gaan dat we het de volgende aflevering er, uh, over hebben. hebben. Ja, uh, ja. We hebben het nu over de overeenkomsten. Ja. Wat mij dan zo opeens opkomt, dan zou je zeggen van... Joh, Waarom beginnen we geen alfa-cursus voor moslims? Ja, dat is het. Omdat, weet je waarom wij dat niet kunnen doen? Omdat wij eerst niet weten wat zij geloven en zij weten niet wat wij geloven. Ja. En als we allemaal tegenover elkaar gaan schreeuwen, worden we allemaal doof. Nee, maar goed, je je dat zou, is het probleem. Er zijn natuurlijk wel christenen te vinden die wel zeg maar, gestudeerd hebben in de, in de Koran. Ja, ja. En zeg maar, uit kunnen leggen ja. aan moslims. Ja. Van... We, weet je, ik weet niet of dit nu een goede tijd is om dit te vertellen. Maar weet je dat moslims, eh, omdat ik kom uit het Midden-Oosten, ja. ik ben daarop gegroeid, ja. dus ik, ik kan hun begrijpen wat ze zeggen. Jij, de, jij denkt I, een je, beetje anders. Ja. Uh, ik ben wel blij daarom. Ja. Jij kunt ik, van twee kanten kijken. Ja, ja. ik denk dat moslims niet zozeer een probleem hebben met christendom, uh, moslims hebben meer probleem met politiek die gemengd is met christendom, die eigenlijk naar heel verleden tijd gaat: mm -hmm. van kruistochten en noem maar op. Maar kun, ik kan het later uh, op een andere uitzending daarover meer in detail daarover hebben. Ik ja. denk niet dat de mensen problemen hebben met, met, met christendom zelf. Of met Jezus of noem maar op. Maar ze hebben meer problemen met politiek. Ja, maar, we, dat, ja, maar ik denk ook wat je toen straks aan het begin zei. Ja. Uh, dat niet alleen politiek speelt. Want dat is natuurlijk vooral vandaag de dag. Uh, daar zullen we uitgebreid op terugkomen ja. in deze serie. Ja. Maar uh, religie. Speelt natuurlijk ook een rol. Ja, religie. Ja. Want het is vaak religie tegen religie. Ja, klopt. In plaats van God tegenover Jezus ja, ja. En, 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 ja, ja, en de klopt. islam en weet ik veel wat allemaal. Ja, ja, dat dus klopt. dus de religie, want je noemt kruistochten, maar we hebben ook de Turks overheersing gehad. Ja, ja. En ook in de Turks overheersing zijn er diverse ja. dingen fout gegaan. Ik zeg altijd zo: de held van een land is een crimineel van een ander. Zo heer, zie ja. ik dat. Kijk, ja. uh, voor mij, ik kom uit het uh, Midden-Oosten, ik kom uit. Uh, uh, Perzië, ja. uh, ik zeg het heel voorzichtig dan. Ja. Nou, voor mij is Alexander de Groot is helemaal niet groot. Nee. Omdat die heeft uh, mijn land verwoest. Ja. Ik zie hem niet als een grote mens. Uh, maar de held van een is een crimineel van een ander. En we moeten van twee kanten kijken: hoe zit het in elkaar? Hoe zit geschiedenis in elkaar? Hoe zit uh, islamgeschiedenis in elkaar? Hoe zit Christendomgeschiedenis? Mm -hmm. Hoe zit joodse geschiedenis in elkaar? En dan kunnen wij een, zo objectief mogelijk een beeld scheppen. Omdat ik heb altijd een, uh, een, een stelling die, die ik altijd met mezelf meeneem. En, en dat is dat de hoofd, dus je, je, je hoofd, je denken, uh, gerechtvaardigt wat je al in je hart besloten hebt. Ja. Dus als je in je hart besloten hebt dat Joden slecht zijn of Christenen slecht zijn of Moslims slecht zijn, wat dan ook. Dan ga je met je denken dat rechtvaardigen. Dus we moeten laten, Heilige Geest. Het is niet aan jou en mij om mensen tot Jezus te brengen. Het is aan Heilige Geest. Wij moeten de, de liefde van God openbaren, manifesteren. Aan de andere, onder andere aan moslims, maar ook aan Boeddhisten en atheïsten. Ja. En ja, dat is duidelijk. Hè? Want uh, we praten dus, uh, natuurlijk over, uh, uh, over zoveel uh, ja. mensen, zoveel religies, religies zoveel, en noem maar op. Uh, daar daar ja. hebben we mee te maken. Er is een laatste iets die ik wil ja. zeggen. Van in de Koran staat ook dat Jezus is omhoog gegaan. Dus ja. dat staat ook dat. Uh, dus God, de hemelvaart, die hemelvaart ja, ja. dat noem je, maar ja. ik ben meer in Engels opgeleid, ja, dus ja, ja. ik moet even, niet, dus, niet. Uh, dat hij dus omhoog is gegaan. Maar in uh, andere uitzending ga ik daarover hebben, want er zijn heel interessante teksten daarover. Ja, dat ik, de vind het, kunnen ik vind het wel heel, heel apart dat uh, zeg maar die overeenkomsten zo in de Koran staan. En uh, daarom zei ik van ja, eigenlijk zou uh, er een uh, alfa-cursus voor, ja, uh, voor moslims moeten komen. Ja, ja. Uh, uh. Weet je maar wat, wat er erg is, dat sommige mensen zeggen van ja, het is wel, ze hebben wel overeenkomsten, maar ze hebben van ons gekopieerd. Dan zit ik te denken, kijk, wij willen hier bruggen bouwen. Ja. En door dat soort uitspraken kan je die bruggen niet bouwen. Nee. Nou, we gaan, we bouwen. gaan eerst voordat we brug gaan bouwen, gaan we ook, want jij wilde objectief zijn, dus we ja. gaan ook in de volgende aflevering ja. gaan we kijken naar de verschillen. Ja, ja, want die zijn er ook, en zijn er ja, ook nadrukkelijk. Blok. En dan kunnen we kijken van zijn er nog bruggen te bouwen. Onze tijd zit erop, ja, Oké. Okay. Het gaat heel hard. <laughs> heel interessant. Ik wil uh, u thuis heel hartelijk danken voor het kijken naar uh, Als Vloek in de Kerk. En de volgende aflevering zal het weer gaan over islam en christendom. Maar dan zullen we met name de verschillen gaan benaderen. Ik wil u heel hartelijk danken voor nu. En graag tot de volgende aflevering.